Een hele goede middag. Ik heb het zo druk gehad vandaag. Ik ben eerst de kinderen vanochtend weg gaan brengen. Toen ben ik... Ik zit nu echt voor het eerst even op mijn reet. Toen ben ik naar een afspraak geweest. Toen heb ik al boodschappen gedaan. Want morgen gaan we barbecuen. Met vrienden. En toen heb ik even gauw gegeten. Toen ben ik nog wat was gedaan. En toen heb ik toegedaan. Toen ben ik de kinderen weer op gaan halen. Want het was alweer tijd. Dus ze zijn nu net thuis. Niels komt straks niet thuis met avondeten. Want die heeft een barbecue op zijn werk. Die komt pas vanavond heel laat thuis. En ik ga vanavond, als de kinderen op bed liggen, eventjes de barbecue vast een beetje voorbereiden. Vlees marineren, et cetera, et cetera. En hier vast dingetjes doen en zo, zodat ik morgen niet zoveel mogelijk te doen. Ik heb de kinderen in bed liggen. Het is nu bijna 7:45. Zoiets. Kijk, hop. Liam die gaf aan dat hij niet zo lekker was. In ieder geval had last van zijn keel. Dus ik heb hem voor de zekerheid even een zetpil gegeven. Ik krijg nooit zetpillen. Maar in dit soort gevallen, als hij echt aangeeft dat hij er last van heeft. Nou ja, jongen, dan doe ik dat even. Ik ga nu zelf even eten. Dit is mijn avondeten. De kinderen hebben frietjes gegeten. Niels die komt nog niet thuis voorlopig. Ik heb een... Deze. Dit is een lumpia kip met bamboescheuten. Is heel lekker. En die andere is een risole. Ik weet niet goed hoe je het uitspreekt. Maar het is in ieder geval met rundvlees. En dit is allebei gewoon heel erg lekker. Dus dat ga ik eten. En ik heb er heel veel zin in. Een hele goede morgen. Middag. Het is middag, sorry. Niels is gisteravond heel laat thuis gekomen. En ik heb van alles hier nog staan te doen. Ik heb cake gemaakt. Ik heb al het vlees gemarineerd. Ik heb alles wat ik kon doen gisteravond, heb ik gedaan. Ik had tomahawk, heb ik. Ik heb kipsaté gemaakt. Ik heb geen hamburgers gemaakt, maar die heb ik gewoon kant-en-klaar gekocht. Ik heb de speklappen gemarineerd. Ik heb kipfilet gemarineerd. Ik heb net nog champignons gemarineerd. Daar gaat Niels ook iets mee doen. Spareribs gemarineerd. Biefstuk heb ik nog niks mee gedaan. Dat doet Niels zo dadelijk. En jij gaat dat allemaal doen, hè? Ja, proberen. Ja, hij gaat zijn best om mee doen. Vrienden van ons komen zo dadelijk. Kinderen even aankleden. Hi. Inmiddels zijn mijn vriendjes weg. Het zijn onze vriendjes, hè? Onze vriendjes, ja. Het was heel gezellig. En als je de vlog kijkt, dan weet je wat Niels voor Vaderdag al heeft gehad. En die is vandaag ook ingewijd. Hoe vond je het gaan? Ja, voor de eerste keer was het niet slecht. Nee, zeker niet. Zeker niet. Normaal is het zo dat alles wat Niels eet, ik niet, of Niels maakt, ik niet eet. Toch? Mm-hmm. Dat is de stelregel hier in dit huishouden. Ik heb hem de vertrouwen gegeven om barbecue te kunnen koken. Of hoe noem je dat? Eten op de barbecue te maken. Mm. Hij heeft zich er eigenlijk in 3-4 dagen ontzettend in verdiept. Want dat was mijn voorwaarde. En ik moet zeggen dat het hem goed gelukt is. Maar barbecue had je altijd al wel? Maar ja, Nee, het was altijd... Ja, ik wil barbecuen. Moet dat nou... Wil ik dat? Nee. Ja, omdat jij het wil. Daarom deden we barbecuen. Mm-hmm. En het was altijd meer werk voor mij. Als dat überhaupt... je er iets aan deed. Of voor jou moet ik dat zeggen? Ja, als het genot. Ja, dat. Maar nou hebben we echt smakelijk zitten eten. Mm-hmm. Niemand heeft saus zelfs bij het vlees. Of ja. Nee, klopt. Want Niels die heeft het echt goed gedaan.
En jij hebt het heel goed voorbereid. Ja, oké. Okay. Ik heb de mise en place gedaan, zo noem je dat. Maar wel met de gedachte van, oké, okay, het is Niels' eerste keer. Laat ik het voor hem in die zin ja, niet makkelijk maken, maar laat ik het gewoon zo doen, zodat hij zich daarop kan richten en niet erover na hoeft te denken. Mm-hmm. Toch? Ja. Maar het is wel de bedoeling dat uiteindelijk jij dat ook gaat doen. Mm-hmm. Dus. Maar voor nu help ik Niels nog met liefde. Maar uiteindelijk zal hij het zelf moeten doen. Ja. Dus dat. En nu hebben we alles gepoetst en opgeruimd en gedaan. En zitten we op de bank. Zit je uit te buiken? Ja. Eigenlijk wel. Ja, dus. Dan kan nu ook gewoon kindje slapen. En morgen gaan we nog een keer barbecuen. Mm-hmm. Maar dan met z'n tweeën. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Nielsje was net al 5 minuten met Jordi bezig en hij lachte zijn eigen helemaal kapot. Alleen dat heb ik niet op tijd vast kunnen leggen. Ja, bij Jordi is het altijd alles of niets. Maar het is vaderdag. Het is vaderdag, yay! Ik ben ontbijt aan het maken voor vaderdag. En dat is bijna klaar. Dus ja, en daarna gaan we ook de cadeautjes doen. Niels? Ja? Kun jij mij vertellen wat jij net allemaal hebt gekregen voor papa dag? Van die jongens? Ik heb... beginnen bij de kleinste. Ja. Een zelfgemaakte stropdas. Ja. En van Liam ook. Van Jordi een placemat met zijn voet. De groen is zijn voet. En dan heb ik een barbecue kookboek gekregen. En een pizza steun. Yes. Voor op de barbecue. Ja, en hij heeft natuurlijk meer gekregen, hè? Maar dit is wat we in ieder geval met de kinderen hebben gedaan. Papa is heel blij mee, toch? Mm-hmm. Hij is ook gelijk in het boek aan bladeren. Ja. Dus hij is helemaal blij. Inmiddels zijn we al een x aantal uren verder, heb ik boven gepoetst. Ben ik naar de winkel geweest. Niels is aan barbecuen, daar wilden we jullie eiken meenemen, maar door de drukte met de kinderen is dat niet gelukt. Maar hey, het is niet de laatste keer dat we barbecuen, hè. Niels heeft nog iets heel lekkers gemaakt. En satéetjes, speklapjes, hij heeft nu kippetjes. Dus, en alles wat over is en we niet opeten, gaat in de vriezer voor mijn opa. Die vindt dat namelijk geweldig. Doen jullie proosten? Liam, doe je proosten met Sam? Wat? Liam, proost! Lekker! Proost! Goed zo, lekker! Proost! Goed zo, zegt hij. En toen was ik vergeten deze upside down af te sluiten. Ik heb niet gigantisch veel kunnen filmen. Het was gewoon hartstikke druk. Maar goed, bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.